I love her. We zijn in Permeke, in de bibliotheek in Antwerpen, omdat ik hier de artist in residence ben voor het komende jaar. Tot juni 2017 zal ik allerhande activiteiten organiseren in de BIP, interventies doen en we zijn gestart met een grote expositie. Dus mijn eerste boek is 20 jaar geleden gemaakt en ik wou heel graag een tentoonstelling doen over 20 jaar werk. En dat is dan ook het thema 20 jaar verbeelding, omdat ik heel hard met fantasie en verbeelding werk. En er is dus een selectie gemaakt, een kleine selectie, maar wel een mooie, van originele werken, van boeken die in de benedenruimte van de bibliotheek getoond wordt. Het ontwerp eigenlijk van de tentoonstelling is gemaakt door een vormgever, Steven Brijs, die dat de scenografie gedaan heeft. En die heeft met een heel frisse kijk in mijn werk eigenlijk zitten grasduinen en daar dingen uitgehaald die ik zelf niet zou gekozen hebben of die ik misschien zelf niet zoveel aandacht zou gegeven hebben. En dat is heel fijn zelf om te zien in de tentoonstelling nu. Wat ik persoonlijk zie, als, ja, zeker ook met de opbouw van de tentoonstelling, met de workshops die ik hier ga geven, is de verscheidenheid van de doelgroep die je hier wel bereikt. De openheid ook van de BIP op die manier. En dat is voor mij heel, heel fijn ook om te zien, dat je ziet dat je een hele grote doelgroep kan bereiken op die manier. Riske Lemmes is de nieuwe artist in residence in Permeke Bibliotheek. Duik mee in het werk van Riske Lemmes van de afgelopen 20 jaar tijdens de expo 20 jaar verbeelding. De expo loopt van 8 oktober tot 8 januari in Bibliotheek Permeke. Meer info vindt u op permeke.org/Riske Lemmes.